Winkeliers wijken voor klanten. Mobiel netwerk steeds belangrijker. Verzamelwoede bij Kids Club Dag. Dit is het kanaal 13 Nieuws. Bezoekers aan de Nijmeegse binnenstad hebben binnenkort meer gelegenheid om hun auto te parkeren. Bij wijze van proef verplicht de gemeente vanaf 1 april winkeliers van de Ringstraten met een zakelijke parkeervergunning om ergens anders te parkeren. Volgens nog geldt dat alleen tijdens koopavonden, zaterdagen en koopzondagen. De winkeliers kunnen op die tijdstippen tegen gereduceerd tarief hun auto kwijt op het parkeerterrein van het ROC. Wat is eigenlijk de aanleiding om deze maatregel bij wijze van proef in te gaan voeren? Het is op piekmomenten met name een chronisch gebrek aan parkeerplaatsen in de binnenstad. En dat is de voornaamste reden dat we daarnaar gezocht hebben naar een iets wat andere alternatieve oplossing. Het is dus niet zozeer de bedoeling om het centrum zo autoluw mogelijk te maken? Nee, daar gaat het in dit geval niet om. We zitten met de problematiek, de piekmomenten wat ik al zei, de donderdagavond, de zaterdag, de koopzondag. Dat is een probleem. Op dat moment hebben we echt te weinig parkeerplaatsen. Van Schaik-Marton-Singel is nog niet gereed. Zal nog zeker anderhalf jaar duren voordat die klaar is. En om die reden hebben we dus gezocht naar alternatieven. Wat betekent dat in de praktijk? Waar ga je dat verschil nou het meeste merken qua beschikbare plaatsen? Nou, het gaat om 110 parkeerplaatsen in de binnenstad. Het zijn zevendaagse vergunningen van ondernemers met name. Wanneer zij de auto op die piekmomenten toch buiten de stad, buiten het centrum parkeren, dan geeft dat mogelijk tussen de 50 en 110 extra parkeerplaatsen in de binnenstad. En de binnenstad kan die plaatsen heel erg goed gebruiken. In totaal hebben 110 winkeliers in de Ringstraat een zakelijke parkeervergunning. De bedoeling van de proef van de gemeente, het Huis voor de Binnenstad en het ROC is dat een gelijk aantal parkeerplekken in de binnenstad vrijkomen. Nou, heeft deze maatregel een verplichtend karakter? Is er geen weerstand bij de winkeliers? Elke maatregel die je probeert, ook al doe je het vanuit het Huis van de Binnenstad met alle strategische partners en met elkaar, is altijd weerstand. Het is verplichtend, maar het is een proef voor één jaar. Dus het is één jaar verplichtend. Ze kunnen een aparte vergunning afsluiten om daar dus toch hun auto kwijt te kunnen. En er kan bezwaar aangetekend worden. Er zijn natuurlijk toch altijd een paar mensen die om wat voor reden dan ook. Het kan zijn dat men heel veel vervoersbewegingen voor het bedrijf heeft. Het kan ook zijn om gezondheidsredenen. En de uitzonderingen zijn mogelijk. Men kan bezwaar aantekenen daartegen. Als je kijkt naar de koopavond, het begint dan om 6:00 PM. Een ondernemer die zijn auto net na 6 hier nog heeft staan, wordt hij streng beboet of valt dat wel mee? Ja, kijk, regels zijn er om vanaf af te wijken. Nou ja, kijk, we moeten ons met z'n allen toch aan proberen te houden. En in eerste instantie zal er natuurlijk een periode zijn van even met elkaar zien of het allemaal goed gaat. Probleempjes zullen zo goed mogelijk opgelost worden. En ik kan me niet voorstellen dat er een heel rigide beleid gevoerd gaat worden in de eerste 2 maanden. Maar ja, het is voor die ondernemers ook van belang dat die klanten in de stad komen, dat die hun auto kwijt kunnen. En ja, het is eigenlijk in ons alle belang. Dus ik bezwaren begrijp ik eerlijk gezegd niet zo heel erg goed. Zou het nou ook kunnen betekenen dat als deze proef succesvol blijkt dat en daarna voortgezet wordt, dat men überhaupt niet meer in het centrum kan parkeren? Nee, kijk, we zullen altijd in het centrum blijven parkeren. Misschien niet in de mate zoals dat nu het geval is. Maar we praten over een proef. En een proef betekent dat je hem evalueert. En daarna zullen we verder kijken. Op datzelfde moment, als die proef afgelopen is, dan zitten we heel dicht tegen de totstandkoming van de Van Schaik-Marton-Singel aan. En dan moet je de zaak even opnieuw heroverwegen. Na een jaar wordt de proef geëvalueerd. De gemeente bekijkt dit jaar of er ook een parkeergelegenheid aan de oostkant van het centrum is, waar vergunninghouders op de piekmomenten terecht kunnen. De PVV wil voorkomen dat de strafrechtgeleerde Ibo Burema zal toetreden tot de Hoge Raad. De fractie heeft hiervoor een hoofdelijke stemming aangevraagd voor aankomende week. De PVV vindt Ibo Burema te politiek. Zo heeft hij Wilders vergeleken met de Italiaanse dictator Mussolini. En dat past niet in de top van de rechtspraak al dus de partij. De Arnhem Mode Biennale heeft de begroting voor editie 2011 verlaagd van 3 naar 2,7 miljoen euro. Op basis van deze bijstelling heeft het bestuur nu groen licht gegeven voor het evenement in juni dit jaar.
Een volmondige go van voorzitter Mehdi van der Laan, zonder concessies aan het artistieke niveau, maakt dat Arnhem zich kan opmaken voor een mooi zomerevenement. Uitsluitend linkse politici, in totaal 9 Nijmeegse statenleden, nemen straks plaats in het provinciehuis. Met 9 van de 55 zetels in de provinciale staten is de stad Nijmegen sterk vertegenwoordigd. Erik van Kaathoven voor de SP vanuit Elst en Wouter van Eck van GroenLinks zijn blij met de sterke vertegenwoordiging van Nijmegen in Gelderland. Ook Peter Lucassen van de SP keert terug naar de provinciale politiek. De mobiele telefoon kan tegenwoordig bijna alles. Door de mogelijkheid van mobiel internet kun je bijvoorbeeld mailen en YouTube-filmpjes bekijken. In de nieuwe regionale toezichtruimte op het Nijmeegs hoofdbureau maken ze ook gretig gebruik van de nieuwe mogelijkheden. Twitterende agenten zijn al gesignaleerd en binnenkort kunnen politieagenten zelfs bewakingsbeelden zien op hun mobiele telefoon. Wat wij van plan zijn is in de toekomst de beelden die je hier achter mij ziet, stel dat daar iets gebeurt, om die via de meldkamer door te kunnen zetten naar de mobiele telefoon van de agent, zodat hij in voorkomende gevallen, als er sprake is van bijvoorbeeld een verdachte, niet alleen af moet gaan op het is een man met een beige broek en een zwarte jas, maar dat je op zijn telefoon kan zien van kijk, dit is de figuur waar je over praat en die moet ik hebben. Waarom is eigenlijk gekozen voor dit project? Nou, we hebben dus voor dit project gekozen omdat vanuit de publieke sector, maar ook vanuit de private sector, er nadrukkelijk aan ons gevraagd werd van hey, er zijn zoveel beelden die nu opgenomen worden in de maatschappij. En wat doe je er als politie eigenlijk mee? Nou, wij deden er tot voor kort heel erg weinig mee. Nou, dat proberen we nu weer naar ons toe te trekken door het inrichten van deze regionale toezichtruimte. Wat bent u hier precies aan het doen? Nou, ik ben op dit moment camerabeelden aan het uitkijken bij een industrieterrein. Daarboven is het dus een totaaloverzicht van de camera's op het industrieterrein. Ik selecteer er een uit dat ik denk van hey, daar gebeurt iets of ik wil digitaal surveilleren. Dan selecteer ik dat beeld en dat plaats ik vervolgens voor mij. En dan is het dus mogelijk om met de joystick om in ieder geval eigenlijk digitaal rond te kijken wat er gebeurt. Hoe lang duurt het eigenlijk voordat de beelden worden toegezonden naar een mobiele telefoon van een agent? Nou, de techniek bestaat nu al, want ja, iedereen heeft YouTube op zijn telefoon en dat soort dingen meer. Alleen wij willen daar wel wat zekerheden omheen bouwen in de zin van het moet wel van een goede kwaliteit zijn. Want het mag niet zo zijn dat de beelden die we doorsturen naar een agent, dat die bij wijze van spreken een hond niet van een koe kan onderscheiden, omdat de beelden gewoon heel erg onduidelijk zijn. Dus wij stellen vrij hoge kwaliteit aan de beeldinformatie die we doorsturen. En dat is op dit moment onderwerp van proef. Hoe is het eigenlijk gesteld met de privacy? Nou, daar hechten wij heel veel waarde aan, want niemand wil, en wij zeker niet, het gevoel van Big Brother is watching you over de mensen afroepen. Dat betekent dat wij strak gehouden zijn aan wet en regelgeving. De beelden, bijvoorbeeld afkomstig van de bedrijventerreinen, mogen maximaal 7 dagen bewaard worden. Dat betekent dat in de programmatuur en in de apparatuur waar de beelden opstaat, gewoon keihard geprogrammeerd is dat de 8e dag de beelden weggepoetst worden. Daar kunnen we helemaal niks aan doen, dat gebeurt automatisch. En kijken de mensen dan hier 24 uur per dag naar beelden? Nee, wij kijken niet 24 uur per dag naar beelden. Op de bedrijventerreinen bijvoorbeeld kijken wij vanaf 6 uur 's avonds tot 7 uur 's ochtends de beelden uit, live. En buiten die tijden worden de beelden wel geregistreerd, maar niet live uitgekeken, tenzij er iets gebeurt. Bijvoorbeeld een brand of een zwaar ongeluk, dan kijken we de beelden alsnog uit, worden ze doorgekeken naar de meldkamer en kunnen de mensen op straat er ook deelgenoot van worden. Niet alleen de politie maakt gebruik van de mobiele telefoon bij het oplossen van misdrijven en vermissingen. Burgers worden ook betrokken door middel van aanmelding bij Burgernet. Nijmegen zal ook gaan meedoen aan dit landelijke project. Wie is de voetbalmaster van Arnhem? Woensdag was het Gelredome in Arnhem het toneel van de jaarlijkse Kids Clubdag van Vitesse. Natuurlijk stond het bol van de kinderen, uitdagende en wervelende voetbalactiviteiten, toernooien, springkussens, klimmuren en alle spelers van Vitesse waren aanwezig. Wat vind jij van deze dag hier? Leuk. Wat heb je allemaal zo al gedaan hier dan? Voetbalmassa, toernooi gespeeld. Gewonnen? Ja, een paar. Drie gewonnen, 2 gelijk gespeeld, 1 verloren. Bent u ook al bezig met de voetbalplaatjes? Ja, daar is vrouwtje mee bezig dus. Ja, vind ik gewoon leuk. Ik heb voor mijn schoonzoon heb ik ook hier al alles bij me. Wat is voor uw schoonzoon? Ik moet voor twee mensen moet ik het doen. Oh, je bent er maar druk mee. 2 mensen. Kunnen ze het zelf niet doen? Nee, ze moeten alle 2 werken. Wat gaan jullie verder nog vandaag doen hier bij Vitesse Dag? Is het alleen plaatjes ruilen of is het ook nog andere activiteiten doen? Plaatjes ruilen, ja.
Ja. We hebben een logeer en die moest rijden. Dus... Al drie boeken vol. En wat doet u nog dan? Nou, we hebben net alle andere plaatsen even ingeleverd voor mensen die nog geen plaats hebben. En dan gaan we nu rondje lopen naar huis. Natuurlijk is de aanwezigheid van het Vitesse-team voor heel veel kinderen een hoogtepunt van de dag. Maar het bleef niet bij aapjes kijken. De kinderen konden met de Vitesse-spelers op de foto en er werden ook handtekeningen uitgedeeld. Is dat niet gaaf? 60? 60 kilometer per uur? Ja. Nou, dat moet ik zo even zien dan, ja? Moet je zo even in de buurt, moet je even zo even schieten. Ja, oké. Okay. En heb je voetbalplaatjes ook nog gewisseld? Ja. En heb je een boekje vol? Ja, nu. En wat ga je nog meer doen? Ik ga zo meteen weer toernooi spelen. Bent u ook al bezig met de voetbalplaatjes? Ja, daar is vrouwtje mee bezig dus. En waar staat zij precies? Staat je op goed. Oké, en voor wie verzamelt hij? Voor u? Nee, voor de eigen doet ze het. Voor de eigen? Voor de eigen. Is het niet een beetje te oud? Ja, volgens haar niet. Ik zie dat je een tas vol met plaatjes hebt. Ja. Hoe kom je daar zo aan? Allemaal geschooid en allemaal vandaag gepakt. Mocht. Even voor de spelers van Vitesse nog bekijken. We hebben er net twee gehad. Dus die buiten aankwamen. Dus, en nu voor de negen? En nu de rest nog straks, ja. De kids, die genoten dit jaar weer van alle activiteiten. En ook al is de carnaval weer voorbij, naast een stoere henna-tatoeage konden de kinderen ook vandaag nog één keer gesminkt naar huis. De Kids Clubdag 2011 was weer een geslaagde break in de vakantieweek. Tot zover het kanaal 13 Nieuws. Heeft u tips? Wilt u de uitzending op DVD bestellen of nog eens terugkijken? Surf dan naar www.kanaal13.tv. De carnaval achter de rug, maar geen zin om te vasten? Schuif dan weer aan voor Let's Cook It TV. Direct na het weer. Natuurlijk hier op kanaal 13.